van hart- en vaatziekten op ons af, zegt Jan Piek. Hij is de cardioloog van onder andere Tom Egbers en Ronald Koeman. En beide kregen afgelopen jaar een hartinfarct. Jan Piek, welkom. U hebt ons gebeld en gezegd van moet ik hier eens aandacht aan besteden. Waarom? Ja, het is niet altijd bekend bij mannen en hart- en vaatziekten. Hoe lang duurt het nou precies? En we weten pas al wel vrij lang dat dat proces heel langzaam gaat. En gek genoeg, het begint al ergens op hele jonge leeftijd. Hoe jong? Dat is niet altijd bekend. Tussen 20 tot 25 jaar oud. Jeetje. En dat komt eigenlijk uit gegevens van oorlogsslachtoffers. Het begon eigenlijk in Korea. En dat was voor die tijd echt een opzienbarende bevinding. Want waarbij ze bij omgekomen soldaten kijken hoe ze die vaatstof. Omgekomen soldaten die zijn, hebben lijkschouwing gehad. Ze hebben heel intensief ze nagekeken. En dan zagen ze toch al beginnende aanwijzingen van aderverkalking. Terwijl ze nog maar heel jong waren. Daarmee weten we dus dat bij mannen het proces al heel vroeg begint. We weten ook dat het proces heel langzaam gaat. En eigenlijk tot aan je 60ste merk je er eigenlijk bijna niks van. Dat wil zeggen, het proces is heel langzaam. Het is, je kunt eigenlijk alle inspanningen gewoon doen. En in één keer is het... Je ziet hier die vernauwing, hè? Ja, dit is een beetje in de loop van de tijd. Als je je linkerkant ziet, dan ziet het er normaal uit. Het is een mooie binnenbekleding. En dan ga je geleidelijk aan, ga je dan een toename krijgen van de afzetting van... plak aan de binnenkant van de vaatwand. En als je helemaal naar rechts gaat, dan zie je dat daar het bijna dicht zit. En dat is eigenlijk het moment waarop je of klachten krijgt van pijn op de borst, omdat het belangrijk vernauwd is, of er ontstaan, zoals in dit geval rechts het plaatje moet zien, een klein scheurtje. En dat geeft dan in één keer het beeld van een acuut hartinfarct. Ja. En dat is eigenlijk wat meneer Egbers en meneer Koeman is overkomen. Die waren tot die tijd volkomen klachtenvrij, konden sporten. Meneer Koeman heeft zelfs nog even een rondje Noord-Holland gedaan op de ochtend dat het me overkwam. Maar tot die tijd heeft hij eigenlijk niks gemerkt. En, dus dat proces dat het al vroeg begint en dus 40 jaar duurt voordat je complicaties krijgt, betekent ook dat er een groot tijdswindow is waarin je ook mogelijk ook nog misschien eerder kunt ingrijpen. Hoeveel mensen gaat het? We hebben het over mannen. Bij vrouwen is dat een ander verhaal. Hè? Ja. Nou, bij vrouwen speelt dit ook. Alleen is dat in de loop van de tijd iets anders. Bij vrouwen begint het wat later. We denken altijd tot aan de menopauze. Voor zover we het weten zijn ze relatief beschermd. En daarna gaan ze de mannen inhalen. Dus het proces waar normaal mannen 40 jaar over doen, doen vrouwen ongeveer 20 erover. Dus hoeveel mannen overkomt dit? Nou, als je kijkt naar het aantal infarcten, het aantal mensen wat overlijdt aan hart- en vaatziekten is 38.000. De helft zijn mannen, de helft zijn vrouwen. Het aantal infarcten wat we hebben is, nou, zeg maar, grotere infarcten 25.000. Maar er komen ook nog dreigende infarcten bij, dat is ongeveer 50.000. Daar is de verdeling afhankelijk van de leeftijd ook een beetje half-half. Dus als het gewoon kijkt naar de tijdsfactor, dan is het bij mannen begint het een beetje rond de 60e complicatie. Bij vrouwen begint het iets later. Ja. Ronald, dat is ook de reden eigenlijk dat je zei, nou Jan, ik ga graag met je mee. Want je wil echt de mannen waarschuwen, hè? Van pas op, want voor je het weet overkomt het je. Want jij had dus geen klachten voor die tijd. Nee, ik voelde me juist heel erg goed. Ja. En dat is ook waarom ik hier ben. En ik denk hetzelfde voor Tom. Gewoon dat je zelf ook best wel laks bent geweest in maar afwachten om echt een keer te gaan checken of alles goed was. Ja, want je had in maart wel een afspraak bij meneer Piek. Die werd dus eigenlijk door de corona verzet. En toen begin mei ging je fietsen. Ja. En overkwam het je eigenlijk in één keer. Maar wat was toch de reden dat je een afspraak had gemaakt? Nou, omdat ik wist dat, dat het ook in de genen, in de familie zit het. Blijkt nu ook wel, want Erwin is ook een dag geleden geopereerd. Dus ik wist dat. Dus, ja. Want jouw vader is overleden? Ja, mijn vader is overleden op 75-jarige leeftijd. Ja. En ook met een hartinfarct. Dus wij wisten in de familie Koeman komt hartvaatziekte voor. En dat was voor mij dan ook het moment dat ik zei van ik ga nu echt me laten checken. Ja. Alleen, dat kon niet vanwege het corona toen. Nee. Even naar jou, Tom. Jij was in Griekenland op vakantie met je vrouw. Ja. En toen? Toen voelde ik me niet goed. Maar je had ervoor ook niks, hè? Dat is Ronald. Nee, ik heb altijd geleefd als in de veronderstelling dat ik altijd 25 zou blijven. Het was wel zo bij afgelopen zomer dat ik bij een wedstrijd die het Nederlands elftal moest spelen in Portugal, in de Nations League, liep ik met zo'n statief op mijn schouder, een camera-statief, zwaar. En moesten we een stuk naar boven lopen. Toen dacht ik, ja, dit moet ik echt helemaal niet meer doen. Dat was een beetje kortademig. Maar afgezien daarvan nooit. Ik heb wel hetzelfde als Ronald, dezelfde voorgeschiedenis qua familie. Mijn vader is gestorven toen hij 46 was aan een hartstilstand. Dus genetisch was het eigenlijk alle reden om me zorgen te maken. Maar heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik heb nooit zorgen gemaakt. Ik heb gerookt in mijn leven. Wel lang geleden of 7 jaar geleden mee gestopt. Ik houd van een goed glas wijn. Nog steeds trouwens.
En ik hield van ook wel 2 glazen wijn. En dan, als het heel gezellig was, nou, doen we een cognacje achteraan en zo. Dus de kaars heeft bij mij misschien aan 3 kanten gebrand. Dat heb je veranderd nu? Nou, ik matig dat. Ja. Ik matig dat. Ja. Ik ben niet voor straf geboren. Maar je realiseert je dat pas als het je overkomt natuurlijk. In jouw geval in Griekenland op vakantie. Wat ook lijkt me extra spannend is. Want je moest met een klein vliegtuigje naar een ziekenhuis in Athene. Daar word je gelukkig geholpen. Ook nog door mensen die opgeleid zijn door Jan Piek. Toeval bestaat niet. Maar wat doet het met je hoofd ook qua verwerking? Dat zoiets je ineens overkomt. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... Goh, ik ben er echt... Ik heb echt geluk gehad. Ja, dat weet ik wel, dat ik nu geluk gehad heb. Dat is zo. En ik ben heel goed geholpen. Heel goed geholpen. En ik leef er nu wel naar. Ik bedoel, ik sta nu 's ochtends op... en ik denk er niet meer aan wat me is overkomen. Dat had ik de eerste 2 maanden wel. Maar ik loop me suf nu. Ik wandel heel veel. Wandelen. Dus ik zorg dat ik... Het leven kan heel spannend zijn, Tom. Ja. Als ik 20.000 stappen, als ik die kan halen per dag, dan doe ik dat. Dan gaat een wereld voor me open in dat opzicht. En ik doe de echt ongezonde dingen. Die doe ik niet of een stuk minder. Ja. Hoe zit het bij jou, Ronald? Ben je anders gaan leven? Nou ja, na 2 dagen in het ziekenhuis, toen besefte ik wel dat ik ook wel een lichte hartinfarct had gehad. En dan hoor je ook wel verhalen van mannen dan die toch ook wel, toch wel aardig in de knoop komen te zitten met angst. En dat heb ik totaal niet. Nee. Ik ging binnen 10 dagen ging ik al 9 holes op de golfbaan lopen. Ook en toen kwam ik wel thuis en toen was ik echt 3 dagen kapot. Dus toen besefte ik wel even van ja, ik moet het toch wel iets rustiger opbouwen dan ik denk dat nu te doen. En, maar ik... Ja, ik denk soms dat ik alweer alles... En soms moet je iets verstandiger zijn. En daar heb ik nog wel eens moeite mee. Dat ik denk van, ach, kan maar alweer. Jan-Piek, wat is de les hier van de verhalen van Tom en Ronald? Nou, in ieder geval met een Koeman even te beginnen. Je hebt dus eigenlijk relatief weinig nodig om toch gewoon hart- en vaatziekte te ontwikkelen. Hij had alleen maar zijn familie en zelfs zijn vader had het boven de 70ste. Dus we tellen dat nog maar als een zwakke factor. Maar het is wel zo dat de aanleg dan een belangrijke rol speelt. Want toen hij die afwijking liet zien, heb ik ook gezegd... je moet ook je broer laten nakijken. Want als jij het hebt, heeft je broer het vrijwel zeker. Dat lijkt ook zo te zijn. Hij is inmiddels nu geopereerd. Maar dat betekent ook dat het al illustreert... dat in onze westerse samenleving hart- en vaatziekten zijn gewoon een volksziekte. We hebben 1,4 miljoen mensen, maar wat onder de ijsberg ligt zijn vele miljoenen. En dat betekent dat we een aantal factoren hebben, daar hebben we een beetje grip op, maar familie niet. We hebben een aantal factoren die we een beetje kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld mijn echtgenoot ging roken, nou dat had hij natuurlijk niet moeten doen. Een glaasje wijn had misschien minder gekund, maar veel andere factoren waren het niet. Maar meneer Koeman is interessant, omdat hij verder geen enkele andere risicofactor had. Terwijl toch, en ik kan niet te veel zeggen op details van afwijken... maar had hij toch een afwijking die waarschijnlijk bij de testen in maat wel... hadden we wel achtergekomen, hadden we wel gezien dat dat wel gewijkt is. Als je ervan uitgaat, het begint op je 20ste, althans, he, dat hele proces... en rond je 60ste kun je problemen krijgen. Maar wat is dan het advies? Moet je dan rond je 40ste of 45ste naar de huisarts... of gelijk naar een cardioloog? Of wat zou je moeten doen? Nou, de reden waarom ik hier ook zit... is omdat we de afgelopen 10 jaar hebben veel meer informatie gekregen... over CT-scans. En ik geloof dat ik er ook een plaatje hiervan heb meegenomen. Op een CT-scan dan kun je vrij gevoelig al zien... of er sprake is van begin en aderverkalking. Je ziet hier een plaatje. En dat zijn de kransslagaderen wat je in witte vlekjes gewoon ziet. Dat zijn eigenlijk de afzetting van kalk in de kransslagaderen. Nou, dat kun je allemaal bij elkaar optellen. Dan heb je een soort kalkscore en dat geeft een risico aan. En wat nou de laatste 10 jaar erbij gekomen is... is dat die kalkscore heeft ook gewoon prognostische waarde. Dat wil zeggen, het is voorspellend voor het optreden. Jullie kunnen zo'n foto zien, de kans dat je de komende 5 jaar krijgt is... En wat wel interessant is, toevallig dat er vandaag ook nog een studie is gepubliceerd. Dat komt uit Denemarken. Dat gaat over een groot aantal patiënten, 20.000. En daar hebben ze gekeken... of ze op basis van de informatie van zijn CT-scan... ook mensen gaan behandelen met cholesterolverlagers. Omdat we weten dat die gewoon helpen dat ontstekingsproces te remmen. Dus meneer Koeman en meneer Egbers krijgen allebei geneesmiddelen... om de steek te remmen. Maar wat die studie laat zien is dat je in een follow-up van 6 jaar... dat er 30% afname is van het optreden van complicaties. Dat betekent dat heeft dus gewoon een enorme potentie. Maar zegt u nou dat iedereen dan vanaf zijn 40ste aan de CT-scan moet? Nou, wat je moet doen is, wat huisartsen doen... is dat als je bij een huisarts komt, dan doen ze zogenaamde risicomanagement. Ze inventariseren wat voor risicofactoren heb je. Geven daar ook advies over, dat is prima. De Hartstichting doet veel aan campagnes te laten zien wat verstandig is.
Alleen de dagelijkse praktijk is weerbarstig, want we zien uiteindelijk dat ondanks dat soort adviezen toch nog heel veel mensen toch uiteindelijk binnenkomen met een acuut infarct. En die blijken toch wel één of meerdere risicofactoren te hebben. Dus wat je zou kunnen overwegen is als je dat, wat we nu zien aan ontwikkeling, dat je, dit is een voorbeeld van zo'n CT-scanner wat je kunt doen, is dat is tegenwoordig onderzoek wat heel snel gaat. Het kost maar een paar minuten tijd. Je kunt zeggen, nou, zijn er kosten mee gemoeid? We hebben politici aan tafel. Oh, de kosten. Nou, dat valt wel mee. Want het is uiteindelijk ook voor een maatschappij wel belangrijk. Want als je dit op tijd in kaart brengt, dan is het ook kosteffectiever. Want wat je nu doet is met eventueel geneesmiddelen proberen de kans op complicaties, die deze studie laat dat zien, kun je het verminderen. En op de lange termijn is een van de factoren waar we geen invloed hebben, worden allemaal een dagje ouder. De generatie waar gewoon Egberts, Koeman en ik toe behoren, is al in onze generatie 10 jaar opgeschoven. Dat betekent onze kinderen worden ook nog weer ouder. Dat betekent, dan komen we bij die tsunami, dus dat betekent dat er heel veel mensen nog in de babyboomers achter ons aankomen, die worden allemaal ouder. Ja. En een van de factoren waar we weinig invloed op hebben, is dat het verouderingsproces leidt ook tot aderverkalking. Dus om dat te voorkomen, even vanuit een maatschappijperspectief, is dat het ook kosteffectiever is als je het op tijd behandelt en niet wacht tot iedereen met infarct moet worden gedotterd of geopereerd. Dus eigenlijk een soort van bevolkingsonderzoek, toch zoveel mogelijk mannen die in die risico zitten en de leeftijd hebben, gaan naar de huisarts. Ja. Ga een goed gesprek aan en kijk of je een CT-scan kan krijgen. Ja, maar u noemt het accent op mannen. Het geldt dus ook voor vrouwen. Alleen bij vrouwen geldt dat het later is. Ja. Dus in de tijdsfactor, dus ik wil niet benadrukken dat het alleen maar over mannen gaat. Bij vrouwen gaat dat proces ook, alleen dat is iets later. Maar wat je wel kunt bereiken daarmee is dat je ze wat beter in kaart brengt. En wat doen we nou in Nederland? We doen dat voor borstkanker, we doen dat voor darmkanker. Terwijl hart- en vaatziekten komen echt als volksziekte veel meer voor. En daar doen we tot nu toe nog niet heel veel in die tussenfase. Ja. Hey Tom, even, hoe kijk jij hierop terug? Ik kan me voorstellen dat je heel lang denkt van, ja, dat overkomt anderen. Anderen krijgen kanker en krijgen hartinfarct, maar wij Tom Egbers niet. Nee, dat heb ik inderdaad gedacht. En hoe ik er nu op terugkijk? Ik heb mazzel gehad. Ik heb echt mazzel gehad. En Jan Piek heeft mij omgevraagd. Ik heb er niet om gevraagd, ook op een zeker moment gezegd. Nou, je kunt nu 100 worden. 100 is misschien wat veel gevraagd meteen, maar 96 zou best leuk zijn. Ik slik nu zo'n pilletje, weet je wel, dagelijks. En Ronald ook. Ik denk er niet meer aan. En je wordt niet geopereerd, je zit je medicatie klaar. Ik denk er niet meer aan. Okay. Alleen maar als ik dat pilletje even neem, daar is het voor. Maar ik leef gewoon en ik voel me beter dan voorheen. Ja, want dat heb jij ook, Ronald. Je slikt je medicijnen, er zijn stents geplaatst en voor jou is dat het. Ik heb ook het idee dat het voorlopig op een goede manier door kan ook gaan. Ook 96 samen met de Egbers? Nou, 95 is... In ieder geval volgend jaar samen op het EK blakend van gezondheid. Ja, maar als inderdaad, gezien alles wat er is gebeurd en je hoort het verhaal van Jan Piek, kan je inderdaad mannen aanraden, hou het in de gaten en laat je onderzoeken. Ja, wacht niet te lang. Nee. Want dat kan een hoop problemen voorkomen. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Dank u wel. En dit was Op 1 voor vanavond. En morgen. Morgen zijn we er gewoon weer. Vakantieschema, wende maar aan. Ja, gezellig. Morgen. Tot morgen. Dank jullie wel.